Hey en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog voor mij. Hierop is Ultrex, de enige echte natuurlijk. Nou, een video even, praatvideo eventjes heel kort. Waarom er dus geen kermissen meer komen. Jullie hebben het gehoord in Roosendaal. Ja, voorlopig even geen kermisvlos meer. Hoe komt dat? Nou, dat komt omdat het allemaal een beetje hetzelfde allemaal is tegenwoordig. Ik vind het de laatste tijd niet echt gezellig meer op de kermis. Ja, er zijn al een heleboel mensen die afhaken ook op de kermissen. Dat is Kevin die is afgehaakt. En Joost gaat eigenlijk ook niet meer mee. En het komt eigenlijk een beetje allemaal door hetzelfde feit. En dat is eigenlijk dat het het is bijna niet meer te doen om naar een kermis te gaan. Het is elke keer hetzelfde. Elke keer weer diezelfde attracties filmen. Elke keer weer een show opnemen. Elke keer weer op een kermis komen en denken van hey, deze kermis was vorig jaar precies hetzelfde. Gerdy had er eigenlijk ook niet zo heel erg veel zin meer in om naar de kermis te gaan. En mijn zin wordt eigenlijk ook steeds minder. Omdat je hebt de hele week gewerkt. Dan moet je in het weekend moet je naar de kermis toe. Het is een end reizen. Sommigen zijn dichtbij. Sommigen zijn ver weg. Bijvoorbeeld Oosterhout. Dat was toch wel weer even naar Brabant toe. Roosendaal was natuurlijk even een heel stuk naar Brabant. Eindhoven vond ik wel heel erg leuk. Daar ben ik wel eigenlijk heel erg blij om dat ik daar was. Maar Oosterhout viel tegen. En Roosendaal was echt helemaal niks. Ik vond in Roosendaal vond ik het echt een hele slechte kermis. Ik heb nog nooit zo slechte kermis momenteel eigenlijk gehad. Er zijn natuurlijk ook wel meerdere kermissen die tegenvallen. Maar ik vond Roosendaal vond ik echt helemaal niks in zitten. Ik vond echt drie keer niks. En ik geef gewoon eerlijk mijn mening erover. Ik vond gewoon helemaal niks. Vond ik het in Roosendaal. En ieder mag zijn eigen mening geven. Dus Ger vond het ook zwaar tegenvallen. Bijvoorbeeld die nieuwe attractie. Daar had ik heel veel van verwacht. Met die luchtballonnen, Bon Voyage of zo heette dat. Met die luchtballonnen. Nou, die gaat een klein stukje omhoog. Je draait twee rondjes en dan gaat hij weer naar beneden. Vond ik echt wel vies tegenvallen. Ik heb hem wel gefilmd, want ik wou hem nog wel op camera hebben. Maar ja, om nou te zeggen van goh, wat een bijzondere kermis. Of een bijzondere nieuwe attractie. Nee, is het niet. Het is echt totaal geen toevoeging voor de kermis. Toen ik dit jaar de problemen gehad met de Pandora. Die is teruggestuurd. Die hebben wij nog gelukkig kunnen filmen in Tilburg. Maar die is terug naar de fabriek omdat hij zoveel storingen had. Dat de kermisexploitant logisch zei van joh, dit is gewoon niet te doen. En dan maar geen Pandora. Als je zo vaak een attractie hebt die zo vaak storing hebt, ja, dan is het bijna niet meer te doen. Dus vandaar, het is ook allemaal non-budget. We moeten er natuurlijk heen. Krijgen niks goed. Het is een end rijden. En als je dan weer zo'n heel end moet rijden en het valt tegen, dan is dat alleen maar een dikke, dikke tegenvaller. Dus vandaar dat er even momenteel eventjes geen kermissen meer zijn. We zijn een beetje kermismoe, zijn we een beetje. En we gaan wel later gaan we wel weer kijken. Misschien doe ik er wel een paar dit jaar, dat weet ik nog niet. Maar voorlopig eventjes lekker rustig aan. In ieder geval komt er nog wat aan, maar daar gaan jullie binnenkort heel snel wat van horen natuurlijk. Dus dat is eigenlijk een beetje het punt allemaal. Dus in ieder geval voorlopig eventjes geen kermissen meer. Eventjes rust in de tent en dan gaan we later wel weer kijken. In ieder geval wil ik nog wel naar Breda toe, want als het goed is zou daar ook nog dit jaar een kermis komen.
En Breda pak ik altijd wel even mee. Het is hetzelfde als Tilburg, Eindhoven, Uden. Dat zijn eigenlijk kermissen die pak je altijd mee. Omdat dat gewoon grote kermissen zijn. Of in ieder geval, Breda was vorig jaar niet zo heel erg groot. Maar wel een ontiegelijke toffe sfeer. Ik vond Breda vorig jaar heel goed. Dus dan wil ik eigenlijk dit jaar wil ik daar ook wel weer naartoe gaan. Dus als Breda komt, dan ben ik er wel bij. Die kermis die wil ik zeker weten dit jaar nog gaan vloggen. In ieder geval, het is even een uitlegje. Ik hoop dat jullie het snappen. En er komen heus nog wel kermissen. Maar voorlopig is het heel eventjes even een stop erop. In ieder geval van deze kant. Dus komen nog een hele hoop andere dingen komen er ook nog. Binnenkort komt er ook weer een Efteling vlog. Want het spookslot is nu al weg. Maar we gaan natuurlijk ook nog gewoon door met de Efteling. En dan gaan we natuurlijk ook af en toe even een updateje maken. Hoe ver ze zijn bij het spookslot. En we gaan natuurlijk ook weer vloggen daar zo. Ik weet niet of jullie het gezien hebben in de Efteling vlog. Maar ik heb dus al een klein beetje ben ik aan het veranderen. En wat ben ik aan het veranderen? Dat is de on-rides. Dat is eigenlijk te lang eigenlijk. En jullie hebben het al zo vaak gezien. Dat ik in de carnavalfestival zit. De hele rit. De droomvlucht. Heel de rit. En al die andere attracties. Dat wil ik eigenlijk een beetje in gaan korten. Dus de vlogs worden dan iets korter. Maar ik vind als ik dan die stukjes eruit haalt, sommige stukjes laat zien en sommige stukjes eruit haalt, dan wordt de kwaliteit van de vlog wel weer hoger. Dus daarom ben ik daar eigenlijk al een beetje klein beetje mee begonnen met het afscheid van het spookslot, dat we in de andere attracties zaten, dat jullie niet de hele rit gezien hebben. Mocht je de rit wel zien, kijk die andere 35 video's of zo die ik gemaakt heb van de Efteling. Daar kunnen jullie een hele hoop onrijd zien dat ik in de attractie zit en zo. Dus dat in ieder geval dus. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe een duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal voor meer. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden. En ik spreek jullie bij de volgende vlog maar weer. Groetjes van deze kant en tot de volgende. Bye bye. Hoi.